Yes, dames en heren, we zijn er weer met een gloednieuwe update video. Als je wil, smash alvast op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video's. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En jullie zien direct de item shop van vandaag in beeld staan. En ik heb hem al gehaald, maar hij zit er nu wel in. Namelijk de Dark Reflection Pack, jullie zien hem hier in beeld staan, is nu weer terug in de item shop. Dus hij is teruggekomen, je kunt hem nu kopen. Rechts onderin kun je onze code natuurlijk invullen. En wie dat ook heeft gedaan, is Daan. JoTVG, ik heb de Aura skin gekocht. Met jullie support en creator code. Te veel gevraagd. Ik hoop dat, ik in de video kom. Ga zo door, jullie zijn bazen. Hey Daan, heel erg bedankt dat je onze code hebt gebruikt. Jij bent de baas. En we gaan zeker weten door. Een dikke S van jou, Daan. We gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag heel erg weinig, jammer genoeg. Maar soms heb je van die dagen. Ja, het eerste topic. Hoe ver zitten we op dit moment in dit seizoen? Nou, het gaat best wel snel. Namelijk, we zitten nu alweer op 10%. Dus we moeten nog 90% en we moeten nog 87 dagen wachten voordat we aankomen natuurlijk in Season 8. Eerst krijgen we nog een aantal grote updates. De eerstvolgende is de 17.10 update die als het goed is dinsdag of woensdag in de game gaat komen. Dus nog eventjes wachten, een paar daagjes. We gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is gewoon eventjes een leuk feitje om te weten. Namelijk, dit gaat eventjes over Fortnite iOS spelers. Namelijk, sinds vandaag eigenlijk is het nu precies 365 dagen geleden dat Fortnite iOS in Season 3 zit. Ja, ze hebben letterlijk nu al een jaar lang in Season 3 gespeeld. Dat is echt niet normaal meer. Behoorlijk zielig. Dachten wij dat dat het nu lang ging duren nog, dit seizoen. Hebben hun gewoon een jaar moeten wachten op een nieuw seizoen. Maar ja, het gaat nog langer duren, iOS, want zoals jullie weten, jullie zijn nog niet een band uit de App Store. Dus ja, ze moeten nog iets langer wachten. Ja, ik ben benieuwd of deze chapter dat nog gaat gebeuren. Ik denk het eerlijk gezegd wel, want gisteren heb ik ook gezegd, de rechter komt redelijk snel met een uitslag. Dus we gaan er binnenkort achterkomen of jullie weer terug kunnen komen in de App Store. En dan wordt natuurlijk Fortnite weer helemaal geüpdate. Goed, we gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is best wel een big thing. Namelijk, het gaat eventjes over alle, ja, hoe noem je dit? Animals, alle beesten in de game. Namelijk, wildlife is op dit moment geremoved uit de competitive playlist. Jawel. En dat hebben ze gedaan omdat het blijkbaar wat server performance issues gaf. Dus met die reden hebben ze het eruit gehaald. En ze gaan het proberen weer erin te doen, denk ik. Want het is wel een beetje wat nu bij Fortnite hoort natuurlijk. Maar met die reden dus, omdat het dus te veel performance issues gaf, hebben ze het er eventjes uitgehaald. Dat betekent dus dat de wolven, de kippen, de pigs, dat die er allemaal uit zijn gehaald. Ja, het is niet anders. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over creative. Namelijk, Fortnite heeft een aantal vragen beantwoord die toch best wel interessant zijn. Zoals we weten, als er een nieuwe update komt of er is een samenwerking, dan komen er wel nieuwe items in de game, in Battle Royale. Maar heel erg vaak komen ook nieuwe items niet in creative. En ze hebben uitgelegd waarom dat niet zo is. Nou, ik zal het eventjes in zo, ja, kort uitleggen. Ze hebben wel een hele blogpost gemaakt, maar eventjes in het kort. Het komt erop neer, op sommige objecten zit een licentie. Dus bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een samenwerking is met NBA of met Star Wars of met andere bedrijven, dan zullen objecten in de game een licentie hebben die niet gebruikt mogen worden in creative, omdat in creative er alles mee gedaan kan worden. En dat willen vaak die bedrijven niet. Die bedrijven willen namelijk vooraf al weten, oké, Epic Games, wat gaan jullie bouwen voor ons? Oké, hier gaan we mee akkoord. En ze willen niet dat random mensen in creative dingen kunnen maken met eigenlijk, ja, laat het zo zeggen, het kan hun bedrijf schade geven. Klinkt misschien heel lame, is het ook misschien een beetje, gaat misschien ook wel heel ver, maar zo gaat dat nou eenmaal. Dus er zitten licenties aan gebonden, met die reden zijn sommige items en spulletjes niet in creative. Maar ze hebben wel gezegd, we proberen zoveel mogelijk toe te voegen. En stel er zijn nog dingen die we nog niet hebben toegevoegd, blijf het vragen. Want wie weet kunnen we er wat aan doen. Dames en heren, we gaan door naar het allerlaatste topic alweer. Ja, en dit is wel eventjes een heel interessante. Namelijk, we weten natuurlijk wel dat we nu een best wel groot ruimteschip boven onze map hebben hangen. En daar kun je in. Ja, daar kun je letterlijk in vliegen. Ik weet niet hoe deze guy het heeft gedaan, maar iemand heeft een filmpje dat hij in het grote moddership gaat. En moet je kijken wat erin zit.
Ja, jullie zagen het. Het is gewoon van binnen helemaal leeg. Er zat dus geen zero point in. Oké, eerlijk gezegd, ik denk dat het niet echt de bedoeling is om erin te gaan. Daarom zit er op dit moment geen zero point in. Maar ik denk wel dat hij er echt in zit. In ieder geval, interessant filmpje. Ik vond hem wel eventjes grappig om te laten zien. Maar op dit moment is hij nog redelijk kaal. Dames en heren, dit was het einde van de video alweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje. Mocht daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan hier beneden. Straks de vulgevraag kun je natuurlijk ook gebruiken rechtsonder in de itemshop. Als je iets hebt aangeschaft, stuur jouw bewijsje op naar onze Instagram. @teveelgevraagd. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.